Zo. Is al, oh, je had al geappt, ja. Ja, precies. Zie Want je? die. Ja, normaal gesproken. Ja, is het altijd fijn als we 2, 3 minuten van Ja, tevoren nog snap ik hebben. hoor. Ja. Dan is het Ik dacht iets ook op tijd, korter. is het toch niet, zie ik nu. Dus dat is nog net. Nee, precies. Dat is jammer, ja. Ik zal er op letten even nu extra hoor. Heeft er ook iemand nog naar je computer gekeken? Of is Ja, het nog hetzelfde? ik heb het nu niet. Dus ik hoop dat hij het gewoon doet. Maar ik heb nu de stekker erin, dus dan moet het gewoon doen. Hij doet het wel gelijk nu wel goed als een update ook erbij. Dus dat is Ja. ook niet wat gebeurde. Maar hij is wel. Hij moet er even naar gekeken. Anders moet ik gewoon een nieuwe. Ja, want je beeld gaat weer af en toe op groen, zag ik. Maar het lijkt zeg maar een beetje stroperig te gaan. Maar we gaan wel even kijken of het Oh, gaat lukken. ja, steeds. Dus het moet het wel. Maar goed, die man, het zijn ook allemaal vakantietijd. Dus ze kunnen pas vrijdag of zaterdag. Dus ik denk, ja, ik Nee, heb snap nu ik. dan niks aan. Dus het is even over mijn tablet pakken. Maar goed, die heb ik dan niet bij de hand. Ja. We gaan live. En je komt eraan in 3, 2, 1, 1 bij live. Goedemorgen, lieve mensen. Vandaag weer het kaartuurtje. En vandaag was het thema. Even mijn geluid uit. Ik had de live er al bij. Even mijn geluid eruit. Goedemorgen, Jeanette en Annelies, mijn naamgenoot. Vandaag is het thema balans. We mogen weer in balans gaan komen en een stukje detoxen, dat we gaan zuiveren. Want we hebben zo'n harde transformatie en snelle transformatie doorgemaakt. En vandaag zijn. Ik had twee soorten kaarten neergelegd gisteren en voorbereid. Goedemorgen, Johan en Marta. Spirituele inzichten of de engelenkaarten voor innerlijke harmonie. Dus echt, deze kaarten zijn voor de balans. En ja, balans komen. En want we transformeren afgelopen 2 weken zo snel. De oude diepe lagen opschonen. Al mijn oude emoties doorleven. En nu is die balans weer gaan komen. En ook je innerlijke harmonie weer voelen. He, wat is mijn energie? Wat is van mij? Wat is van het verleden? Net een stukje wat allemaal de reset sessies veel te lijn doen. Mijn computer is een beetje storend. Dus die valt iedere keer wat. Ja, daar moet even naar gekeken worden of er moet een nieuwe komen. Dus ja, helaas kon de computer maar niet eerder als dus vakantietijd. Dus ik hoop dat het gaat blijven doen. Ja, de verbinding is niet helemaal goed. Dus ik hoop dat jullie wel mij nog kunnen volgen steeds. Het zijn aardse dingen en het lukt soms niet helemaal op de tijd dat je zelf zou willen. Dus ik ga vandaag kijken wat voor kaarten voor mij toch voor jullie naar voren mogen komen. Dus even kijken. Ja, ik krijg toch de inzichtkaartjes, wat ik gisteren ook al voelde. Maar ik ga nog een keer even op jullie energie inzoomen. Ben ik nog te zien voor jullie? Geloof het wel, hè? Het is wel wat storend, zie ik steeds. Ik hoop dat hij het blijft doen. Vandaag zijn de inzichtkaartjes, spirituele inzichtkaartjes. En dat is een stuk een spirituele kaarten voor de balans te krijgen weer. Om je te helpen in de antwoorden waar mensen allemaal nu naar zoeken. Het is eigenlijk zo echt deze dimensie. Is echt met licht verbinden, het voelen de signalen. En het licht leidt jouw nieuwe pad. En dat is eigenlijk heel erg moeilijk voor de oude dimensie zitten met sommige mensen in de mind. En nog best wel zware lessen gehad afgelopen jaren. Dus dat is best wel. Ja, gaat steeds op groen, hè, zeggen ze. Hoor je niks? En ook omdat dingen best wel moeilijk soms zijn. Of die antwoorden zo nodig nu zijn. Is ook om te helpen de antwoorden te vinden. En dat ze dus je loodsen door de obstakels heen. Dus wat is nodig voor jou in dit leven om die balans weer te krijgen en te vinden. En die het leven op je pad werpt. Dus ook wat de positieve dingen weer kunnen zijn. En soms is het ook heel een verhelderd antwoord. Want soms heb je ook een antwoord nodig wat je helemaal niet wist.
Soms ben je maar aan het zoeken en maar aan het voelen en kijken en je komt er zelf niet uit. En dat is ook deze dimensie, elkaar helpen in liefde en licht. En ook heb je soms maar een kort antwoord nodig om te weten, verrek, gisteren had ik ook op de lijn, zat ik gisteravond even en... ja, we kunnen het niet zo snel verhelpen, mijn computer. Dus helaas is dat even zo goed dat je blijft doen, lieve mensen. Want ja, de computerjongen die kon je eerder, was ook op vakantie, is het dat ook druk. Dus de aardverweerders zijn mijn dingen niet zo. Dus, en anders moet er een nieuwe computer komen, zei al de jong. Ik heb al even gebeld, maar die zei anders moet er een nieuwe komen. Ik heb een heel oudje. Maar goed, misschien is toch weer een nieuwe nodig dan, dus de aardse ding. Zucht even naar je buik, Marie is vandaag ook aanwezig. Je voelde echt afgelopen week vooral hele snelle transformatie van oude emoties wat loslaat. En wat je soms in één keer ook voelt. Maar er zit iedereen ook in, dus je kan ook soms ook van anderen oppikken. Dus ook weer lekker in balans komen is belangrijk. En even dat antwoord weten van het licht. Verhelder het op een levensvraag. He, en dan kies je een kaart, dus we gaan nu de kaarten kiezen om jou weer te leiden in de spirituele inzicht. Want soms denk je het is mijn aardse lijf, is het je energetisch lijf? En soms is je energetisch lijf die los hebt gelaten, want die vrouw belde gisteren ook daarvoor. En toen deed ik bij allebei de klanten, of drie waren er, een reset sessie. Dus echt een stuk in de lijf zetten. En een stuk karmisch wat ik vertelde aan die vrouw wat ze losliet. En een blokkade bij het hart. En toen was die vrouw. En toen heb ik gelijk haar een stuk healing gegeven. En toen had ze gelijk die rust weer. En dan komen weer helder de antwoorden. Dat is dan zo fijn voor jezelf. Nee, daar kan ik niks aan doen, hè, Martha. Dat zijn van die aardse dingen wat dan weer storend is. Wel jammer. Maar goed, ik hoop dat je nog maar kunnen zien. Om weer die inzichtkaartjes. Het zijn de nieuwe kaartjes van mij. En die zijn eigenlijk voor die balans te krijgen. En ook juist even die antwoord te krijgen. Waar loop ik toch tegenaan? En soms ben je maar aan het zoeken zelf en weet je het niet. En wij zijn vaak die dieper kunnen kijken wat dat zou kunnen zijn. We gaan even kijken wat Maria mij wil zeggen en wat voor kaart ik mag pakken voor jullie. En dus het thema is ook weer in balans komen en in je eigen energie. Maar ook met je hart en ziel verbinden. Dus ook in die mind, heart en soul. Mind, verbonden met je hart. En soul is aardingsgebied. En die aarding is ook erg nodig nu in deze tijd. Dus beide in balans te hebben. Kruin, hart en zielchakra is ook belangrijk te weten. Ook de energieën. Ja, we pikken veel energie van anderen ook op. Maar je moet ook gaan voelen en de handvaten weten. Het vechten waar ik soms ook bij klanten op de lijn nog merk en is een beetje door de vechtmomenten wat je hebt moeten doorleven. Misschien zit je daar ook nog in. Ja, dus dan gaan we ook de kaartjes even pakken. Goedemorgen Sylvia. Gaan we eens even kijken welke kaart ik mag pakken. Ik had ook die engelenkaarten had ik ook gepakt, maar die zijn niet van nu van toepassing. Echte inzicht te geven aan jullie. Het is een heel leuk boxje wat je ook zo als dagkaart kan pakken. Ik laat ze nog even zien, zegt Maria. Want iedereen vindt het ook heel leuk de spirituele inzichten hebben. Zeker deze maand. Wordt jouw ziel heel warm, zegt Maria. Zijn deze kaartjes ook geschikt voor jou? Mocht je willen leren hoe je met deze kaartjes kan werken, kan ik op de lijn je ook leren. Dus heel veel dingen leer ik op de lijn ook. Om je dat te weten van wat voor kaart past bij mijn ziel. En wat voor hartkaarten en zielkaarten passen bij mijn analyse? En dan zeggen ze vaak, oh dat wist ik. Kijk, zelf krijg ik al zo'n ingeving. Dus dan is het ook leuk om te weten welke kaarten je kan kopen zelf. He, waar je mee kan werken zelf. En hoe ik je dan leer te verbinden, in je licht te zetten, op te schonen. En dat je de verbinding met je kaartlegger kan maken. Want je hebt een helper als kaartlegger. Ik heb een helper nu, Maria en Dien, voor de uitzendingen. Maar ik heb ook voor de kaartlegging een helper. En voor de healing heb je allemaal helpers in. Goedemorgen Sylvia. Ik pak even de inzichtkaartjes. Ik ga ze even schudden, zegt Maria. Dus het thema voor vandaag is balans. Hoe kom ik in balans? En wat is nodig voor jou dat
heldere inzicht nu, want we hebben een snelle transformatie doorgemaakt. Het kan karmisch zijn, bewustwording. Het kan ook blokkades van angst zijn of onrust, dat je heel veel oppikt van anderen. Want ze mogen steeds meer gaan aarden en die rust mogen ervaren. Wat past nog bij jou en wat niet meer. Echt september, oktober zijn we een stuk meer dieper bewuster geworden. Dus daar gaan we nu naartoe. Ik zelf ook. Ook heb ik nieuwe dingen gekregen. Concentratie komt als eerste naar buiten. Wat ik in Holland heel veel zie en wat ik van mijn moeder heb geleerd. Die was heel erg in haar rust als master. En heel erg bleef ze bij zichzelf. Zorgde heel goed voor zichzelf. En dan zei ze ook altijd van die termen naar mij. En daar snapte ik natuurlijk als jong iemand helemaal niks van. Want ik zat weer in de modus van het werken. En achteraf denk ik, dat is eigenlijk wat ze als wijsheid in haar had. Ze zei altijd, focus op één ding. Zorg goed voor jezelf. En ze voelde heel sterk wat wel of niet bij haar paste. En dan zette ze ook zijn grenzen, maar altijd liefdevol bleef ze. Heel erg mijn voorbeeld geweest. En nu mijn helper vandaag. En ze moet erom lachen en dat ze ook een knipoog geeft. Want dat is een stukje ook het masterschap. Is ook heel erg in je rust en focus blijven. En dat is een stukje met Holland wat maar meer mag gebeuren. Geen 10 dingen tegelijk. Focus op één ding. Voel wat is nodig. Kan je heel veel dingen per dag doen. Steeds voelen. Dan even voor je eten, drinken. Goed voor jezelf zorgen ook je energie. Want die transformatie eist ook heel veel energie. Concentratie. Dat is deze eerste kaartje. Kijk, die achterkant is ook zo leuk. Een beetje Ibiza blauw noem ik het. Je weet dat ik iets met Ibiza heb. Hè? Dat weten mensen inmiddels ook wel een beetje van mij. Hele mooie kaart. Het is een soort bloem, hè? Met ook rood en ook zuiverend, maar ook een witte bloem. Om allemaal elkaar aan te gaan vullen. Wat we hier op de site ook allemaal doen bij Business met Toekomst. Hè? Dus allemaal elkaar aanvullen in licht en liefde. En zeker in zuiverheid. Want dat is waar we naartoe willen. Iedereen wordt bewuster. Iedereen gaat meer voelen. En kiezen allemaal zuiverheid. Dat is iedereen wat ook allemaal wat geleid wordt door je lichtteam. En je gaat zelf het steeds meer voelen. Dat is zo fijn, toch? Deze is een kaart om echt te gaan concentreren. Een duidelijke richting. Ik heb een duidelijke richting nodig. Wie zit in dit stukje? Ik heb duidelijk een richting nodig. Ik beslis nu wat ik je wilt in het leven. Dus daar zitten mensen nu. Deze kaart pak voor jullie nu. Dit is jullie kaart. Concentratie. Wij kunnen meekijken. Iemand vroeg aan mij, ga ik verhuizen? Ik zeg, nu nog niet. He, die was zwanger. Dus ik zeg, eerst even rust. Even dingen doen wat ik nu aan benoem. En dan kan je daarna, komt er een verhuizing. Dus concentratie, wat is nu belangrijk en wat niet? Ik noem er even een voorbeeld. Hè? Ik heb een richting nodig. Wie heeft een richting nodig? Want ik hoor heel veel mensen zeggen, ik heb een richting nodig, want ik weet het even niet meer. Wel zit je in emotie veel, jullie. Ik voel dat jullie veel oppikken van iedereen. Goedemorgen, Quilan. Goedemorgen, José Milo. En Franklin, goedemorgen. Ik heb duidelijk een richting nodig. En beslis wat in je leven wat je zou willen. Daar zit ik ook nog een beetje in. Iedereen zit daar ook in. Alleen mijn lichtteam leidt mij dan ook daarin. Hè? Dat is weer fijn. Al 23 jaar mijn missie. He, dus je rust is belangrijk om goed te aarden, de handvaten en duidelijkheid te weten. Wat voor richting ga ik nu op en wat is nu belangrijk voor jou te weten? Die heldere inzichten, die boodschappen die jou inspireren. He? Ik heb een richting nodig en dan kan je ook weer de goede kant op. Anders zit iedereen maar aan je te trekken aan energie en het past misschien helemaal niet meer bij jou. Ja, soms zit je bij een heel ander pad nog en dat je nog niet weet waar je naartoe moet. Sommige mensen, wat ik heel sterk voel, zitten ook echt vast. Wie heeft dat? Want ik hoor ook heel sterk, ik zit helemaal vast. Wie heeft dat heel sterk? Want dus ook deze kaart voel ik. Voordat ik de uitzending ging starten, daar kijken mensen gisteravond al, wie komt er morgen? Klopt hè, bij jullie?
En toen voelde ik al mensen vastzitten. Ik voelde al vannacht de energie, vanmorgen de energie. Nu heb ik de uitzending, ik ga mezelf in de power zetten. En toen dacht ik van, ik voel jullie energie al. Het was niet van mij, maar van jullie. Had jij een macht daar? Dat voelde ik ook bij jou. Dus het is belangrijk nu te weten, die inzicht te hebben, om een duidelijke richting te krijgen en daarop te concentreren. Wat ik veel in Holland zie, ik noem altijd maar even Holland, want dan werk ik werk natuurlijk op bepaalde plekken, is dat heel veel mensen dit gaan doen, dat paniekvoetbal. He, dus ook dat concentreren en focus op één ding, wat voor jouw belang als ziel is. Want ik werk echt op de zielmediumschap, dat is ook het missie wat we doen, is echt op de ziel werken we, dat is mijn kunnen. En ook die transformatie waar je dan in zit. Echt de transformatie van de ziel. Dat is echt mijn kunnen nu. En ook vooral de reset sessies. Ik doe wel 10 dingen in een sessie. Dat is ook weer fijn te weten. En dan zie je ook de opluchting bij de klanten die bellen. Dat is ook fijn. Dus iedereen zit er nu ook in. Hè? Machten zit ook erin. Meer duidelijkheid zegt Machten. Wat zou je nog willen in je leven en wat is nodig en wat is die inzicht binnen? Dus concentreer je en ik hoor ook Maria zeggen van bel iemand naartoe, bel even naar iemand toe ook die naar jou wordt geleid. Jouw lichtteam, vooral 's ochtends even verbinden mee, vooral je opschonen. De detox is deze maand echt nodig. Ik had net een pot detox in mijn hand, die heb ik zelf gebruikt. Ik ga hem volgende week weer gebruiken. Ga ik aan jullie laten zien een uitzending. Gaan we detox een uitzending doen. He, nu is ook energetisch stuk vooral belangrijk. Om dat ook op te ruimen en op te schonen. En de handvaten. En dan kunnen we ook de aardse dingen jou benoemen. Dus ook het beide is belangrijk nu. Dus het aardse lijf. Het aardse pad. Maar ook het stukje energetisch. Want dat stukje waarin mensen heel snel in oude diepe lagen transformeren en loslaten. Ademhaling laag, want ik voel die ademhaling is weer zo hoog. Probeer eens even met je hart, dus doe eens even een oefening doen we even, zeg Marie. Even met je hoofd naar je hart. Dan gaat de helpers, kijk mijn helpers, doen er even jullie aanraken. Even die verbinden, de helpers verbinden met je kruin. Dus als je zo gaat zitten, kunnen ze moeilijk verbinden. Als je zo gaat zitten, verbinden ze niet zo goed. Als jij zo zit, met je hart verbindt en je ziel, kunnen hun met jou verbinden. Een proefje wat je mag weten. En bij jullie is nou nodig om even met je hart, met jezelf te verbinden. Want dat is wat Mirjam vandaag zegt. Even met jezelf verbinden vandaag. Concentreren. Maria wordt ook warm nu. Ook de healers van mij zijn 10 aanwezig. En weer de Indische man die komt naar voren. En ik heb een nieuwe Chinese helper erbij. Maar daar kan ik nog niet goed mee verbinden. Die is wel aanwezig, maar dat komt nog. Maar die gaat mij dingen leren. Heel veel wijsheid en dan ga ik ook heel veel dingen. En hij zegt ook nu, hij komt even naar voren. Wordt ook heel warm, want hij is heel sterk. Ook de wijsheid wat hun hebben met hun moeder dat ook had. Het stilte en niet te veel zeggen. Dat heb ik ook geleerd inmiddels van mijn moeder. Niet te veel praten, zei mijn moeder vroeger. Niet te veel zeggen. De wijsheid alleen benoemen wanneer het nodig is. Dat heb ik ook geleerd van haar. Je komt ook heel sterk even door. Ja, vooral de kracht komt er ook door, zeg hij tegen mij. En ik kan zijn naam niet helemaal goed verstaan nog. Ik heb hem sinds gisteren gekregen. En dan ga ik allemaal leuke dingen van leren. Of wat nodig is. Of leuke dingen. Wat echt nodig is. Krachtdingen. Ja, het doet wel een beetje raar beeld weer. Hè? Ik zag het ook net even. Het begint weer een beetje. Misschien kan ik even optikken of zo. Of even dit. Ik heb toch wel een hele goede internetverbinding, daar ligt het niet aan. Ik heb echt een zakelijke verbinding. En die is heel snel en sterk. Want de buurman zegt altijd, je hebt eerder beeld als mij, zegt hij altijd. Met voetballen te maken, weet je, dat soort dingen. Dus het is echt
de oude computer van mij, denk ik, die ook op is. Het gauw verholpen wordt en anders doen we even het anders ombuigen weer. En dit is ook een stukje, ook probeer rustig te gaan bewegen. Want heel veel mensen zitten ook vast door het... Ja, het gaat eigenlijk om algemeen de energie. Waar we mee te maken hebben nu, is ook het algemene de energie wat ja, best heftig is op dit moment. In alles gebeurt dat ook. Dus ook probeer even lekker te bewegen. Dus als je vast zit, kan het ook algemeen hè, wat je oppikt als je gevoelig bent, oppikken. Ja, het gaat een beetje raar doen, gentle weer, hè? Dus bewegen is ook een stukje wat nodig is. Want als je soms heel vast zit, en ik voel het van mijn klanten dan ook heel sterk. Ik hoor echt in mijn oor iets nu. Helpen van jullie. Ga even dan bewegen. Dus als je vast zit in gedachtes of in je lijf energetisch, of je bent heel moe, ga bewegen. Dus jouw helper, hier staan twee helpers van jullie. Die zeggen duidelijk ook tegen mij, ik hoor weer een Piet. Ik weet niet wie Piet is, maar ik krijg weer een Piet te horen. En ik hoor Maria. Ik hoor ook een Maria heel sterk. Een naam, Maria. Dus ik weet niet wie dat kan. Herkent. Dat zijn helpers van jullie. Oh, één zegt, Piet zegt vooral bewegen. Bewegen, bewegen. Rustig tempo, wandelen. Chai chi, yoga, pilates. Kan ook een stukje gewoon wandelen zijn. Of gewoon een oefening leren. Ik geef ook mensen ook oefeningen wat voor jouw ziel en jouw lijf belangrijk is. Sommige mensen kunnen helemaal niet goed bewegen. Dus dan geef ik een andere oefening voor jou. Ja, dus bewegen is belangrijk om dat voor je aardse lijf ook te hebben. Want je zal merken als je gaat bewegen en je gaat naar buiten. Of je gaat bewegen of je zet muziek op. Je gaat er muziek op zetten en je denkt, hé, wat word ik een andere energie. Dus dat is belangrijk te resetten. Ik doe alleen maar reset sessies en reset adviezen, want dat is eigenlijk heel erg nu nodig steeds. Dit is de dagkaart voor vandaag, lieve mensen. Het gaat hier rommelen heel erg, hè? Even kijken of ik iets nog kan aantikken of doen, maar... Ik zie het niet zo snel. Nee, ik probeer nog even aan te tikken, zo of die iets misschien minder wiebelt. Flitsend. Dat is niet fijn, hè? Wat Maria zegt over het flitsen en doen. Maria zegt ook wel, mijn man zei het een schrapje een beetje, heb het niet met de energie van nu te maken? Dacht ik, ja, het heeft wel met de energie te maken met, maar ik denk ook wel beide, alleen ja, dit is natuurlijk wel een oude computer wat ook mee te maken heeft, zegt Maria. Vervangen, zegt ze al. Dus ik denk dat het vervangen moet worden. Even kijken hoor. Ja, we gaan even de kaarten schudden nu voor. Dus was een dagkaart van nu. Is ook de concentratie op. Hoe ga ik verder? Wat zijn de adviezen van mij of de collega's? Heel belangrijk te weten nu voor jou. Hè, wat is ook nodig voor jou op dit moment? En ook... Duidelijk verbinden met wat bij jou past. Want anders word je continu bevuild. En dat wat ik ook iedere keer waarneem bij mensen. Doe dat even niet, vraag ik aan mensen. Want blijf je ook sneller in je energie, kom je. En dan gaan ze toch weer dingen doen waardoor ze weer bevuilen. Dus hè, dan kom je niet sneller op je pad. Je kan beter focussen op één ding. Dat je snel op je pad kan komen. En adviezen gewoon doen. Dan kom je ook sneller in je kracht. En ook je nieuwe basic in je leven. En ook een nieuwe pad op. En lekker bewegen. Dat is ook belangrijk te zeggen. Detoxen en bewegen. En bewegen is ook muziek op. Lekker naar buiten. Het positieve ombuigen. Heet jouw moeder Maria ook Magda? En jouw vader heet Piet? Goedemorgen aan. Ik ga even de kaartjes nog weer schudden. We gaan nu een maandlegging doen. Ik voel helemaal kriebel op mijn hoofd nu ook. Maria zegt, mijn moeder heet ook Maria. Het is jouw moeder dan, Magda. Maria zegt vooral, dit is een steen van Maria. Een kleine steen, een hart. Ze werkt altijd met hartjes. En ze zegt, hou voor jezelf eens.
dan moet ze tegen jullie zeggen, hou eens van jezelf. Niet alles past bij jou en er komen nieuwe dingen op je pad. Centreren is het woord. Maar je zegt centreren en diepgang. Dat is wat jullie toch willen? Zie je ook een kleur op het scherm? Ja, ik zie ook allemaal kleuren steeds doorheen gaan. Dat zie ik zelf ook steeds. Rood en... Ik denk dat de beste tijd is geweest van de laptop. Daar ben ik bang voor. Het zal met zo'n, weet ik, met een harde schijf of iets te maken. Ik weet, ik heb hem iets verstand van, maar niet heel veel. Wij zijn lichtwerkers, dus we doen lichtwerk. En dat aardse doen we niet. Het is wel echt storend nu. Dat zie ik ook heel sterk. Deze kleur ook erbij, hè? Het is nu ook wel heel erg, hè? Ik ga even de kaarten schudden voor de maatlegging. We gaan nu een maat. Zucht even naar je buik weer. Zeg Maria. Is het geluid wel goed dan? Nou, fijn dat het geluid wel goed is. Want dat is een stukje wat jullie ook vaak, wat ik altijd hoor van jullie, dat jullie vaak soms gaan zitten. En soms niet eens meekijken, maar gewoon meeluisteren wat ik zeg. Dat ook opschrijven. En vaak daarna ook bellen. Ik heb heel veel mensen die bellen ook pas daarna. En die gewoon de uitzending luisteren en niet echt reageren of kijken. Of kijken pas daarna de uitzending van mij. Hoor ik ook heel veel, had gisteren ook iemand die dat zei. Dus sommige mensen kijken echt de uitzending daarna. Dat is ook prima. Het heeft met energie te maken dan, hè? Ja, ik zag ook vlekken met groen en paars. Ik hoop dat hij die mee gaat begeven, want dan hebben we helemaal niks meer. Ik heb nog maar een laptop, hoor. Dat heb ik nog wel, gelukkig. Ja, ik heb deze kaartlegging nu bij jullie gepakt. Ik krijg heel veel dingen te horen. Je passie gaan uitvoeren. Dus deze kaarten zeggen je passie gaan uitvoeren. Paars en groen is transformatie. Het gaat niet alleen om seksuele energie. Maar passie is vaak ook, hè, seksueel een stuk over mensen. Maar het gaat om het voelen. Wat houdt het in? Dus de passie is ook passie. Kan dansen zijn. Passie kan zijn. Hè? Maar als je niet goed geaard bent, kan je ook moeilijk voelen. Dus het is ook een stukje yin-yang. Hè? Want soms kunnen mensen ook je overroelen in dingen. Hè? De energie wat nu speelt is ook heel erg... ja, hoe zeg ik dat? Op een nette manier. Maria zegt, deze kaart moest gezegd worden. Zeker bij jongelui. Even kijken of Maria iets wil toevoegen nog erin. Goed bij jezelf blijven. Ook voor jongelui betekent dat ook veel. Dat ze ook echt op zichzelf moeten focussen. Wat past bij jou, wat niet. Je moet het leven voelen. Daar gaat het om. Het gaat om het voelen, hè? Daar zitten we in. Als je iets niet wil, niet doen. Voelt het niet goed, niet doen. Ik heb deze week ook zo'n les weer gehad. Ja, als je lichtziel bent, moet ik even benoemen, zijn mijn lessen ook vaak. Als je lichtziel bent, je bent heel gevoelig. Dan heb je vaak ook toxische mensen mee te maken. Manipuleren. En wie herkent dit dat ik het nu zeg? Dus ook die passie van jezelf vasthouden en nee kunnen zeggen belangrijk. Want toxische mensen kunnen je bespelen. En heb je vaak als je gevoelig bent mee te maken. Ik deze week ook, maar ik heb toch mijn grens kunnen zetten. Had ik het eerder moeten doen? Nou, ik vind mensen krijg ik soms nog een kans om bewust te worden, toch? Als ik denk, nou, dit komt echt niet bewust te worden. Het heeft nog een karmische les te leren hier op aarde. De aardse karma, dan laat ik het los. Dan heb ik toch mijn deel gedaan. Heb je ermee te maken ook, Johan? Ja, hè? Mag Marga ook? Ja, hè? Toxische mensen. Als je lichtziel bent, kun je die lessen steeds krijgen. Het gaat erom als jij denkt, hey, wacht even. Ik had het al van dag één in de gaten. Ik ben ook niet onbewust natuurlijk. En mijn lichtteam zei, toch moet je hem helpen om te kijken of hij toch het licht wil gaan kiezen. Maar hij bleef in duister. Hij wil toch de aardse karma, dan moet hij toch doorlopen. Dus dan heb ik toch mijn deel gedaan voor hem, waar hij verder mee kan. En dan laat ik het in liefde los.
Anders worden wij ook niet zo leuk. Worden we ook niet zo leuk, toch? Dan blijven we maar in liefde en in grenzen zetten en laten we het los. En dan is het dan hun om bewust te worden en niet aan mij. Ik heb mijn taak gedaan. Ja, hè? Jij ook, Annelies? Ja, hè? Ja, je hebt het heel veel dingen nu, hoor. Ja, het zijn allemaal lessen, hè? Nu ook, hè? Iedereen zit in dit lesproces. Maar wat zo fijn is, dat de gelijkgestemden, die ook bij jou zijn. Dus daar kan je mee sparren even. He, dus de gelijkgestemde is ook fijn dat je die hebt. Ja, er gebeuren heel veel bizarre dingen. He. Nu ook in Holland. Een stukje wat gewoon zo is. En als helaas is dat zo. Is allemaal ontmaskering en bewustwording. Wil ik 3 jaar terug benoemd naar jullie. Nou, 2 jaar terug zijn we benoemd aan jullie. Er gebeuren dingen over 2 jaar. En aankomend jaar ontmaskering en dingen worden ontmaskerd. En dus allemaal achteraf. Is het ook allemaal doorgezet en uitgekomen. Daar zitten we nog steeds in, lieve mensen. Dus goed opletten. Want ja, toxische mensen kunnen heel lief voor ze doen. Maar die zijn het niet. Narcisten zijn narcisten. En die veranderen niet. Sadisten zijn sadisten. Veranderen niet. En dus helaas, als je lichtziel bent. Ben je gewend te pleasen. Het kan karmisch zijn of jeugdstuk. En maar ga goed voelen. Hè? Belangrijk te zeggen. Want je team is sterk. Je bent bewuster geworden. En je kijkt niet voor niks ook mee. Dus dat is wel een stukje wat raar beeld nu. Hè? Ja. Blijf maar rommelen nu. Hè? Het is ook niet even nu. Hè? Nee. Ik weet niet of we misschien even in en uit kunnen inloggen. Ik weet ook niet of dat handig is. Maar blijf wel erg rommelen nu. Ja. Ik kan ook niet veel eraan doen. Ik zat te denken, kan ik dan iets tikken of zo? Maar dat zie ik ook niet. Nee. Want ik zie ook niet dat ik aan kan klikken. Maar dan ben je misschien weg. Jullie moeten we ook niet hebben. Nee, ik zie verder ook niet wat ik eraan kan doen. Dus dan maar die update zo leuk. Maar dan daarna is je beeld weer niet zoals nu. Dat zijn de updates. Maar dat doet niet altijd dat het beste wordt daardoor. Nou, wat minder. Ja, dat hoop je dan. Maar dat gaat over overvloed. Kijk, als je je passie gaat volgen. En ook, hè, dus jongelui heb ik mee te maken, misschien jij zelf ook wel, hè, met pleasen, de toxische mensen, dat je ook gauw seksueel over je grenzen gaat. Want ik hoor van heel veel mensen die mij bellen op de lijn, ook over seksuele relaties, over partners, dat je niet altijd in mee moet gaan. Hè. Als je denkt, het klopt dus niet, niet doen. Het is zonde van jouw energie. Maar ze kunnen heel goed je bespelen, hè, dus let erop. Dit wordt niet voor niks gezegd ook aan jullie, hè. Ook als je ouder bent. Ik zie dat heel veel relaties ook met die ontmaskering te maken hebben. Dus blijf bij je energie. Wij kunnen meekijken. Hè? Wat zo mooi is dat heel veel mensen me ook terugbellen. Die relatie ben ik gestopt. Annelies. Nou, dan zeg ik nou gelukkig. Want dan verdien je veel meer. Hè? Aan een dood paard trekken. En je bevuilen. Want uiteindelijk stroomt het toch niet. Hè? Nou, ik hoop het dat het over is beeld. Het is juist zo fijn, hè, de uitzending samen, toch? Als je met je eigen energie gaat verbinden, de inzichten gaat krijgen, krijg je overvloed. Misschien zwaar nu. Iedereen zit erin. Ik voel het ook aan mijn energie dat jullie zware stukken doorlopen. Ik moet het natuurlijk zelf ook voelen van jullie. Daar moeten we soms ook even helemaal goed in spouwen komen. En zetten en even niet werken. Zoals een dagje of een half dagje. Overvloed. Fantastisch nieuws op komst. Nou, het is toch een leuke kaart. Het is een maandlegging. Fantastisch nieuws op komst voor jullie. Je zult op verschillende manieren overvloed gaan ervaren. Maar, wat is overvloed? Deze kaart komt als tweede eruit. Over een maand gaat deze kaart het over. Ja, Ria, ben je zo beschadigd, lieverd? Fantastisch nieuws op komst. Ja, mensen zeggen heel vaak, wil het niet meer. Dan komt er in één keer op je pad. Hey, wordt het geleid, hè? Een soulmatch. Je weet het nooit, Ria. Ze gaat het later licht maar leiden, hoor. Ja, ben je ook zo moe? Ja, hè? Je bent gauw bevuild je kruin in je aura, hè, Ria? Voelt bij jou.
Overvloed, fantastisch nieuws op komst. Je kunt verschillende manieren overvloed gaan ervaren. Maar wat is overvloed voor jullie? Is dat geld? Luxe? Wat is overvloed voor jou? Is het gewoon fijne relaties hebben. Echte liefde. Dan is materie eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Dat is overvloed. Mensen, jullie krijgen overvloed. Fantastisch nieuws komt. Het is een maandlegging, dus het kan binnen 6 weken tot een maand zijn dat je denkt, wauw, ik heb in één keer een lichtpuntje. Het kan materieel zijn. Het kan financieel zijn, zegt Maria. Ik krijg een naam in één keer net door, Leo. Mijn man had ook Leo, maar denk, ik krijg in één keer naam Leo door. Dus ik weet niet, er kwam in één keer tussendoor. Die was nogal naast sterk, schrijver naast mij. En die komt zo tussendoor. Dat ik met Maria, en toen kwam die naam tussendoor, Leo. Ik weet niet wie dat is, maar ik geef het jullie door. Dus een van jullie, een helper. Nou, kijk toch even mee. Maria geeft vaker even energie. Mensen weten ook dat het altijd wordt aangeraakt in de uitzending. Ja, het is toch mooi nieuws om dus overvloed gaat komen. Binnen 4 tot 6 weken komt er een lichtpuntje in je leven. Ga echt de collega's of mij bellen. Het is maar heel veel kort. Het kost niet heel veel geld, want ik doe het vaak toch snel. Dat weten mensen ook van mij. Het voorwerk is vaak belangrijk en het nawerk. En je zal zien, ik heb echt mijn krachtteam en de nieuwe helpers erbij. Dus je zal merken hoe de power dan wordt ingezet. Het wordt heel warm nu ook. Ook mijn helpers, mijn nieuwe zijn er. Ik voel nu de warmte komen. Dat zijn echt die hoogdimensie helpers komen nu, die krachthelpers. Die zijn zo mooi. Die zijn zo bijzonder. Oh, echt Ria? Nou, is het ook geen toeval dit, of wel Ria? Dat Leo doorkomt en heel sterk ook, hè? Die jouw krachthelper is. Dus die overvloed is ook een stukje wat komt bij jullie. Wat zou je overvloed willen? Wat zou je toch heel erg... Ja, warm nu, hè? Dat doet Maria en de helpers. De echte krachthealers. De powerhealers, de resethealers. Dat is wat ik heel veel doe ook. Wat is overvloed voor jullie? Wat zou je graag als overvloed willen? Is dat geld? Is dat een fijne vriendschap? Misschien wel een leuke liefde? Of lekker iets... gezellig vakantie gaan doen. Wat ze overvloed. Of dat je zegt, ik wil graag spiritueel leren. Zo graag gelijkgestemd ontmoeten. Kan ook. Wat ze, ja, mijn keel gaat helemaal stagneren van jullie energie. Oh. Allemaal energie voelen bij jullie. Zo. Even mijn keel. Balans en rust. En dan kan je kijken. Dus jij hebt nog een ingeving nodig. Ook een inzicht mag daar. Hoe je die balans en rust gaat krijgen. Toch? Dat is eigenlijk het eerste deel van de kaarten. Dat jij gaat krijgen de inzicht van hoe krijg je toch die balans en rust. En dan komt de rust bij jou. Ja, dat voelde ik bij jou, Jeanette, ook. Hoor ik ook, hè? Dan komt die overvloed en dan krijg je ook gelijk gestemde. En dan denk je, verrek, ik kan het oude loslaten, ik ga het nieuwe stuk in. Ik krijg spiritueel opleiden, gaan mensen ook doen. Ik krijg heel sterk te zien, Maria zegt vooral, goed voelen, hè, of iets klopt of niet. Hè? En niet erin blijven zitten, want dat doen heel veel mensen, blijven dan zitten in iets wat helemaal niet stroomt of niet goed voelt. Ga dan weg. Kies voor jezelf. Dat moet ik echt benoemen. En wij zijn ervoor om even mee te kijken. Hè? Ik zeg dat je kan bij iemand opleiden. Een leuke workshop. Of op de lijn online. Bij mij kan je ook heel veel dingen online gewoon leren. Wat mensen ook heel fijn vinden. En vaak deze tijd is dat ook fijn. Dat is een stukje wat heel veel mensen ook willen. Ik krijg meer workshops ook te voelen. Ook online dingen. Ja, online dingen leren. Wat ik op de lijn ook veel doe. Daar worden mensen ook zo blij van. In wat handvaart en leren verbinden met je helpers. En soms doen we een kaartlegging of
Het kan allemaal online ook gedaan worden, veel. Ja, laat maar los even, Leo. Leo, kom niet voor niks door hier, ja, bij jou, hè? Nou zit ik bij iemand weer in mijn zij te kriebelen, moet even kijken wie dat nou weer is. Het is allemaal van links naar rechts komen helpen. Dus als ik eenmaal aan ben, ben ik aan. Maar je ziet ook aan mij hoe blij ik word als ik aan ben, hè? Dat het ook nodig is. Het wordt heel warm nu ook, heel mooi. Even aan het zuiveren ook jullie. Heel mooi. Wordt ook warm nu. De zuiversessies doen ook veel. Creëer. Dus ook een stukje wat ook deze kaart zet. Dat kan spiritueel zijn. Maar het kan ook iets zijn dat je met iemand samen gaat doen. En dan bijvoorbeeld creatief zijn. Dus dansen samen met iemand. Gezellig. Of lekker muziek maken. Of leuk schilderen met iemand. Een leuke cursus of een workshop doen. Of dingen schrijven. Hè, dus channelen kan je gaan leren. Ik heb toevallig pendels besteld. Van het lichtzijd pendelen komen. Kopen, pendels kopen. Dus dan gaan we ook een keer een uitzending uitweiden. Dat is ook leuk. Omdat mensen heel veel willen leren pendelen. Intuïtief channelen heet dat. Dus heel veel mensen kunnen het ook leren. Hoe leuk is dit? Kan ik op de lijn ook weer leren als je dat zou willen? En wat is jouw helper ervan? De evenwicht gaat komen. Deze kaart die ook. Het is nu de tijd om evenwicht te vinden in je leven. Wat is belangrijk voor jou nog? Weer deze kaart. De oude dimensie is echt klaar. We gaan een nieuwe dimensie in. Ik vind je trots aan jou niet passen. Sorry. Vind je engelenkaarten passen bij jou, hoor je? Ja? Dat trots is totaal niet jouw kunnen. Je zielkunde is niet trots. Dat is niet jouw ding. Je bent hoogtrilling. Je bent trilling 8, dus je hebt echte engelenkaarten. Je kan de inzichtkaarten mee. Oh, ik zit op mijn ding. De inzichtkaarten kan je mee werken. Ik zie dat je heel mooi. Ik moest even aarden, dus moet ik even zakken weer. Nee, ik vind trots niet bij je passen. Ik vind engelenkaarten mooi. En je kan 3 engelenkaarten mee werken. Of leuke inzichtkaarten. Hartkaartjes. Hartkaarten noem ik dat. Dus bel me anders een keer als je dat zou willen weten. Je zielkaart. En wat bij je past. De hart- en zielkaarten zijn belangrijk te weten. En trots is niet jouw ding. Nee. Dus daar kan je ook helemaal niks mee, hè? Ze zeggen, doe wat handvaten leren en ook je meer beschermen, Maria. Want je bent echt te veel bevuild. Ja, maar channelen mag je pas doen als je echt weet goed opgeschoond te zijn en je licht te zetten. En je aura is bevuild in je kraan. Dus de kruin moet afgesloten in je aura, dan kan je pas channelen. Anders word je bevuild, dat moeten we niet hebben. Hè? Ik ga eens even kijken wat we nog mogen doorgeven. Ik weet niet hoe ver we leven en hoe laat het is. Het is gelukkig nog het beeld is gebleven. Daar zijn we toch weer blij mee. Even bellen, Laura. Als je de kaart wil weten, ik zeg algemeen die Maria passen. Bij jou, je bent te beveld, Laura, om te kunnen kijken welke kaarten bij jou passen. Maria kon ik het even snel scannen. Bij jou kan ik het helaas niet scannen, Laura. Dus je zou er even moeten voor bellen of sms'en. Kijk, een slokje, ik wou zeggen thee, maar het is water. Ik ga zo thee drinken, inderdaad, klopt. Even kijken hoor. Ik ga even nog de kaartjes pakken. Kijk, deze kaartjes zijn echt mooie inzichtkaartjes. Je kan ook dagkaarten, dus ook een dagkaartje kan je pakken elke dag van deze kaarten. Dankjewel, lieve Wim. Ja, deze is echt mooi. Oh, Mirjam. Ik ben echt aan het voelen, Mirjam, hè? Voel ik bij jou. Mirjam voel ik echt dat ze aan het voelen is, hè? Wat er gebeurt, hè? Mooi hoor. Nou, zo'n oefening leren, Ria. Dus je kruin afsluiten en je aura. En dan ook verstevigen. Dat is eigenlijk wat je kan leren. Hè? Dat kan je niet zelf. Moet je even leren van iemand van mij of de collega's. Dat is even wat wij weer leren aan mensen. Dus ons kunnen. Even kijken hoor.
Oh, Marga. Marga zei, ik mijn oma deed. Mijn moeder deed ook de rotkaart. Mijn moeder deed ook als gypsy de rotkaarten. Die deed engelenkaart, de rotkaart. Die leerde mij de rotkaarten. Ik haar de engelenkaarten. Maar ze had eigenlijk geen kaarten nodig, mijn moeder. Als ik het achteraf zo zag. Nee, hè? Nee, ja, soms wel, zegt ze. Soms als je het wil reden, kan je wel met een trot werken snel. En je kan best wel veel inzichten krijgen. Je hebt ook soorten trot erin, hè? Ik werk vaak met Leomant. Nee, dus elke ziel is anders ook, hè? En nog eens even een boodschap krijgen, een helder inzicht voor jullie, waar je deze uitzending iets mee verder kan. En waar je misschien denkt, ik wil toch een sessie bij jou, een zielsessie, of lekker advies of een reset, of een karmische opschoning of verzuivering. Kan allemaal bij mij op de lijn. Of dingen leren, kan ook op de lijn bij mij als master. Dus allemaal leuk op de lijn en het is ook makkelijk voor jullie. Want ja, dan hoef je ook niet altijd te reizen. Het is altijd onrustig allemaal nu. Dus hoe meer rust je hebt, dan krijg je allemaal andere dingen wat ook geleid wordt. Hè? Veel meer rust geeft ook bij jou dan. De verbinding kunnen we altijd maken. Daar hoeven wij niet elkaar voor te zien altijd, zeg ik. Bellen, kunnen we al, daar kan je al heel veel oppikken. En de energie überhaupt. Even kijken, Maria zegt nog. Toekomstkaart, zegt Maria. Zullen we een toekomstkaartje doen? Ze was echt toekomstkijker. Ze kon echt jaren later kijken. Dat kan ik niet. Dat kan zij wel. Dat was echt haar kunnen toekomstkijken. En dan zei ze een paar dingen. Dus niet heel te veel. Ze was heel kort van stof. En dan soms snapte je helemaal niet wat ze zei. En achteraf kwam het allemaal uit. Dan moet ik altijd erg om lachen dat ze ook dingen tegen mij zei. En ik denk, dat is nu van wat toepassing nu pas. Dus ze kan echt jaren later, nu zit ze te lachen. Dus zij gaat zeggen, we gaan even een cadeautje geven zich aan de mensen. Leuk toch? Nou, ze zegt, zorg voor jezelf, Ria. Je hebt het erg nodig, de handvaten even. Nou, deze kaart is voor de toekomst. Zegt Maria. Wat zou je graag willen? Zullen we een engelenkaartje nog als afsluiting doen? Want die had ik wel erbij staan. En het zijn die oude kaarten van mij van vroeger, wat ik tegen je zei. Dus dan gaan we deze kaart. Die is als eerste beslis nu, zegt Maria. Dat is nu de kaart die Maria nu zegt voor nu. Beslis nu om nu de actie te ondernemen. Niet zo denken, want wij zijn power, de collega's en ik. We kunnen jou zo dingen zeggen, op je nieuwe pad te zeggen, zetten. Zet hulp in je levensgidsen. Dus ook wij zijn de engelen en gidsen voor iedereen. Om jou verder te helpen. En je zal merken, ik ben gelijk veel positiever en andere energie. Nou, wij hebben dat geleerd natuurlijk van het liggen. Wij leren nu ook weer allemaal nieuwe dingen. Nou, het zit wel heel strak. Het is zo'n mooi doosje. Die heb ik echt zo lang. Dat waren mijn eerste kaartjes. Dit waren mijn eerste engelenkaarten. En nog één doos. Dit is mijn eerste. Zo'n mooie. Het zijn zulke mooie engelenkaarten. Die ga ik er nog toekomstkaarten bij pakken. Alles wordt geleid, Ria. Dus als je echt me nodig hebt. Leo, kom niet van niet. Je kan zo tussendoor in de uitzending even naar binnen. Ria, dus ik bedoel maar, hoe sterk komen ze even binnenvallen, zeg ik dan. Zo van, we zullen even iets moeten zeggen aan jou. Dat is ook zo mooi van deze kunnen wat we hebben. Nou lacht hij ook, en als je het te ver, het wordt heel warm ook nu, hè, dat ik hem benoem even, Leo. Zet ook muziek op, hè? Maar je zegt, zet ook eens muziekje op, waar je blij van wordt. Hè? Dat je een beetje beweging, dat je denkt, positief een beetje. Hè? Want we moeten even deze dagen resetten, heet dat deze week. Even ontspannen en resetten. Kan ik het nummer krijgen vanuit België? Nou, als even iemand het nummer kan delen. Van de regie even nu. Oh, kijk. Komt gelijk hier al. België kan je ook bellen. Kijk. Ze kan je ook mij bellen voor uit België. Want ik heb heel veel mensen uit België willen graag mij bellen. En ik heb veel mensen uit België bellen mij ook.
Dat is weer fijn te weten. Hè? Nou, we gaan de mooie kaartjes weer doen van mij. De engelenkaart is afsluiting. Kijken we zo mooi. Dus de inzicht was nu ook nodig even de inzicht te geven. En nu de mooie engelenkaartjes. Kijken we zo mooi. Allemaal kleurtjes en allemaal hele mooie afbeeldingen. Ik vind ze prachtig. En er zijn zoveel dingen staan erop. Ik ga 3 kaarten pakken voor de toekomstkaart. Voor de engelenkaart. En ga even nu in gedachten zitten, zegt Maria. Wat het licht jou door wil geven, de ingeving. Wat is de ingeving van het licht voor nu? Want heel warm nu. Ook jullie helpen, omdat Maria aanraakt. Gaat even het licht. Maria gaat even daarin helpen. Eerste woord. Of het ingeving wat je krijgt nu. Nou. Ja. Rust. Zegt het woord wat ik al eerst van jullie binnenkrijg. Wat ik doorkrijg van Maria voor jullie. Is echt rust en verbinding. Dat is eigenlijk wat ik bij jullie doorkrijg, die meekijken. De rust en verbinding. En wat zou het kunnen zijn, de verbinding? Verbinding met jezelf. Verbinding met gelijkgestemden. Daar word je blij van. En de rust te ervaren en elkaar aanvullen. En nou, krijg je het woord rust door, gentle? Nou. Maar ook gelijkgestemde, hè? Met jou, gentle. Je hebt een beetje angst ook nog erop. Is ook logisch, hè? Leuk is dat. Dus eerst die rust. 1-op-1 sessie, 2 of zo, gentle. En dan kan je met de gelijkgestemde. Dan mag je het nieuwe pad op, hè? Dus focus en lekker door. Hè, want het oude is geweest, hè? Ja. Klopt, hè? Het is echt, ja Maria die is sterk, als ik iets doorgeef, ik weet het niet zeker, zeg ik het ook niet hoor. Dat is altijd, wacht ik nog een keer horen, dan pas ga ik het zeggen. Dus eerder zeg ik het ook niet. Ja, ik word nou rustiger. Die rust voel ik nu bij jullie. Maria is heel hard bezig aan de healers. Voel je het verschil jullie ook? Wordt warm hè? Was al warm, maar... Deze kaart komt heel sterk naar voren voor jullie. En welke nog meer? 2 kaartjes nog. Ik zit tussen deze 2 te kiezen. Kijk eens hoe mooie kleurtjes. Zal ik het even laten zien die voorkomt. Ik ga vandaag ook op de lijn deze gebruiken. Dus mocht je mij bellen vandaag, ga ik met deze werken. Dat zegt Maria vandaag. Ik heb elke dag, ik doe elke dag pak ik mijn kaarten die... ik voorbereid en dan zegt Maria zegt elke dag aan mij of mijn helpers welke kaart ik voor deze dag moet gebruiken voor de mensen. Dat doe ik altijd. En mooi deze kaart, allemaal kleuren erin, zie je dat? Prachtig hè? En de achterkant is ook allemaal kleuren, verschillende. Dus ook wat de achterkant is ook allemaal verschillende kleuren ook. Dus ook allemaal verschillende kleurtjes. Dus het heeft 2 betekenissen. Ik ga even kijken welke kaart ik mag pakken. Nog erbij. Ik word nou wat blijer, jullie ook. De energie wordt reset een beetje. Hè? Zucht nog een keer naar je buik. Even kijken. Deze kaart komt heel sterk eruit bij jullie. Dan ga ik nog even 1 keer de andere kaarten schudden. Even kijken wat ik nog zie van haar. Nog één minuutje, lieve mensen. Ik ga nu de kaarten laten zien. Ik ga de rest zometeen op de lijn achter de schermen gebruiken. Dit is de eerste kaart die ik pakte voor jullie. Die opening. Kijk, die opening. Even spieken. En je ziet ook dat hier die engel is hier erbij. Dus die engel, dat zijn wij een beetje en de collega's, de toppers...
Die kunnen even dat jij gaat spieken voor jou. Wat is in de toekomst te zien? Dus die engelen, wij zijn een stukje de engelen en de masters en de kaartleggers, de horoscoopleggers. Dus die helpen mee. Klopt het, hè Maria? Toch wat ik zeg? Ja, zegt ze. Wij helpen mee om jou de toekomst stukje jou te laten zien en te helpen erin. Voort heel mooi rustig nu gelijk dat ik het zeg. Hè? Dus wij, de collega's, word je naar iemand toegeleid. Wat voor jou nodig is, doet je eigen lichtteam. Om te jouw dingen te benoemen voor de toekomst. Nou, hoe leuk is dit dan? Wat helemaal rustig. Dat ik het zeg, wordt het helemaal rustig. Je krijgt heel veel rust als wij een stukje jou helpen. Je hoeft het niet meer alleen te doen en te dobberen. Wij zijn ervoor. De nieuwe dimensie is elkaar helpen. In alles. En dit is dan een stukje. Daar ga je uitvliegen. Dus als wij de dingen benoemen, ga jij eruit vliegen. Ga je lekker uitvliegen. Maar dan weet je waar je naartoe gaat. Nou, ik vind het bijzonder, jij. Mooie kaart, hè? Dus geef, ga nog een keer die kaart laten zien. Je ziet me, hoor. Voel maar. Als wij helpen, voel je gelijk die rust. Voel je het ook, jullie? Ze laten echt het voelen, hè? Nou, we gaan afronden, lieve mensen. Dus deze kaarten ga ik vandaag gebruiken. En even een stokje water, zo even resetten, voel ik aan mezelf. En dan ga ik lekker op de lijn werken. En ze zeggen heel veel liefst van mij en Maria. En verbind met je helpers en met de lieve collega's en mij. Of iemand die jou kan helpen, even überhaupt. Er zal heel veel rust komen bij jou. Geniet van de dag, het zonnetje. En van elkaar. Hey, verlies. En tot ziens. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is Mijn Toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via sms. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is Mijn Toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is Mijn Toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Een medium of coach van Dit is Mijn Toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is Mijn Toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoefte en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer. Dus niet meer via ons 0909-nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach, kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is Mijn Toekomst credits. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is Mijn Toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaar zitten op ditismijntoekomst.nl. Nieuw, de chat van Dit is Mijn Toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is Mijn Toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl.
Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is Mijn Toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via sms. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is Mijn Toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is Mijn Toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Twee, één, bed live. Goedemorgen, lieve kijkers. Vandaag weer een warme dag, maar toch wel een bijzondere dag. En ik krijg ook meteen weer even de kikker in mijn keel, voel ik. Als ik begin te praten, waar het door komt, weet ik niet. Ik denk, nou, dat zal wel te maken hebben ook met de lichtmeesters en met alle emotie die er op het moment ook heerst. Maar het is een bijzondere dag. Het is vandaag voor velen 15 augustus, Maria Hemelvaart. En daarvoor heb ik ook een hele speciale uitzending met een healing, het hemelslicht. Om daar ook een klein beetje op in te spelen. Maar vooral wat met mensen en dieren te maken heeft met het verlies van iemand. En daarvoor is het ook heel fijn om jullie allereerst natuurlijk allemaal welkom te heten. Maar even over na te denken en ook nagelang de uitzending vordert. Even kijken van wat speelt er in jouw gevoel vanuit een dierbare die je verloren hebt. Vanuit een vriend, vriendin, het kan een huisdier zijn, een man, een vrouw, ouders. Nou ja, je weet zelf wie voor jou van betekenis is. En misschien wil je daarover praten. Dan kan je vandaag, omdat ik in gesprek ga met jou, ook binnenkomen in de uitzending. En optie 4 is daarvoor opengezet. Dus begin met bellen. Je bent van harte welkom. Het gaat vandaag voornamelijk over verlies van iemand. En hoe je je daarin voelt. Nou, daar gaan we over praten. Ik ga natuurlijk zo even kijken wie er aanwezig zijn op Facebook. Want die praten sowieso altijd mee. Maar voor de andere mensen is het dus van groot belang. Dus dat ze ook even hun gevoel kwijt kunnen ook in de uitzending. En schroom niet om te bellen. Want verdriet hebben we allemaal. Ik zal je vertellen, en dat vind ik heel belangrijk. Ik heb vanmorgen even wat kaarten getrokken voor een paar personen. En dan ook even kijken. Allereerst voor Sabine, die kort geleden, ik dacht in juni, haar moeder is verloren, heb ik de kaart rouw getrokken. De kaart rouw, ik kan hem misschien even in het beeld laten zien. Heeft uiteindelijk ook een vlinder. Een vlinder die staat voor ook transformatie, maar vooral de ziel. De ziel waar je dus nu
het meest van gaat merken. Wat Sabine zelf beleefd met haar moeder, beleefd heeft met haar moeder. En vooral de laatste tijd, naar wat ik weet dat ze vertelde op de telefoonlijn, ook moeilijk is geweest. En uiteindelijk toch de rust heeft gevonden voor haar moeder. Er zit heel veel schoonheid in die kaart. Maar vooral die vlinder is van grote betekenis. En we gaan dat natuurlijk op de telefoonlijn, Sabine, altijd later nog even wat verder uitleggen. Als je dat wil. In ieder geval mijn medeleven. En dat geldt ook voor Ria, die kort geleden ook haar moeder is verloren. Daar heb ik dus een speciale kaart. Ik zal hem ook even in het beeld houden. En dat betekent de transformatie. En er is heel veel gebeurd in het leven waar uiteindelijk deze transformatie voor nodig is. En ook waar Ria heel veel moed voor heeft ondervonden om de laatste tijd ook hiermee om te gaan. Ria, ook heel veel kracht voor jou. En dan heb ik voor iedereen, voor jullie allemaal, één kaart getrokken. En dat is een hele mooie zegening. Zien jullie hoe mooi deze kaart is? Zegeningen is uiteindelijk de schoonheid in het licht. In het licht van de maan kan je hem zien. Dus heel veel spiritualiteit voor jullie. Maar ook heel veel schoonheid. Ze houdt het in haar handen, het licht. Dus het licht zal bij velen vanuit de handen stromen. En ook wat met healing te maken hebt. Dat je merkt ook het zelfhelend vermogen. Dat je dat steeds meer kan gaan ontdekken. De schoonheid. Het laten zien van jezelf zit in deze kaart. Maar vooral de zegeningen. En de zegeningen zijn ook die je vandaag mag ontvangen van moeder Maria. Maria, we kennen haar allemaal. En daarvoor ook ter gedachtenis, ter nagedachtenis van 15 augustus. Maria ter hemelopneming. Is het ook dat Maria vandaag in de healing aanwezig zal zijn. Voor troost, voor liefde, voor alles wat jullie nodig hebben. Healing. En daar ga ik natuurlijk straks nog wat meer over praten. Ik ga even kijken wie er op Facebook aanwezig zijn. En ik krijg vanuit de regie, en dat vind ik ook heel fijn, meteen ook door, dat de coaches die op het moment op optie 1 beschikbaar zijn, zijn Leni van Overdijk. En die heeft box nummer 2. 70 270. Linda heeft 118 118. Peter is aanwezig, die heeft 269 269. Joke, en die had ik al gezien vanmorgen, 198. En ik weet dat Joke ook heel goed contact kan maken met overgegane dierbaren. Heeft ze onderlaatst met mij ook nog een gesprek over gehad. Dus ook daar kan je daar even terecht naar aanleiding van de uitzending. Maria heeft 133. Nou, een mooi getal, Maria. Een meestergetal ook bij jou erin. Dus 133. En Rinette is aanwezig en die heeft boxnummer 166. En ook alweer met twee mooie zessen. Van uiteindelijk wat betekent ook liefde. Dus nog even herhalen. Leni van Overdijk. Linda. Peter. Joke. Maria en Rinette zijn sowieso al aanwezig op optie 1. Je kan het nummer onderin bellen. En dan kies je voor optie 1. En dan kan je ook het boxnummer ook intikken. Dat je de juiste coach waar jij op het moment mee wil spreken. Dus ook aan de lijn krijgt. Goedemorgen, Quinnen. Goedemorgen, lieve Bettina en iedereen, zeg je. José Stokhorst is er. En op het moment zijn er nog niet zoveel die dus nu reageren. Maar laat gewoon even weten dat je er bent. Dat is ook heel fijn. We gaan praten over rouw en verdriet om de rouw. Vroeger of later komt verdriet je leven binnen. Vaak heeft verdriet met verlies
van een dierbare te maken. In het leven of het heen gaan is het sterven van iemand die je lief is. Het verdriet waarmee wij achterblijven behoort tot het zwaarste verdriet wat wij kennen. En dat voel je wel. Als je dus iemand verloren hebt, weet je dat het verdriet soms ook heel zwaar kan zijn. Ons hart is de meest kwetsbare plek van heel onze persoonlijkheid. Bij ons hart wordt verdriet uiteindelijk heel sterk gevoeld. En dat kennen we ook wel, dat gevoel op ons borst, die beklemming. Het meest pijn doet de band die doorgesneden wordt. We voelen ons dan ook afgesneden. Wanneer je na verloop van tijd de pijn van het gemis, het verdriet, het alleen zijn, heel intens met de vezels van je hart gaat voelen, doet dat nog meer pijn dan de schok zelf, waarmee het verlies zich voltrok. Een schok is ook die je met meerdere situaties in je leven kan ervaren. Maar de schok dat iemand er niet meer is, de schok dat het echt gebeurt, kan enorm groot zijn. Je voelt de grond onder je voeten wegvallen als een dierbare sterft. Je kan het gewoon niet bevatten. Herken je dit? Blijf ook schrijven op Facebook of kom anders even binnen op optie 4. Het is heel eenvoudig. Je belt het nummer onder in het beeld en je kiest voor optie 4. En als jullie iemand verloren zijn, dan weten jullie allemaal waarover ik praat op dit moment. Ik heb al verteld, jouw geliefde kan iemand zijn waarmee je heel erg mee betrokken bent geweest. Of je man, je vrouw, een vriend, vriendin, je ouders en misschien zelfs een kind. Maar ook kan dat je huisdier zijn. En dan wil ik met jullie delen dat onlangs, 2,5 week geleden, mijn huisdier is gestorven. Mijn hondje, een ruwhaartekkel. En dan zie ik dat het moeilijk is, ook bij mij, om over te praten. Dan voel je uiteindelijk dat er contact is. Douwe heet hij. Ik kwam uit Engeland terug. En toen was het hondje ziek. Ik werd opgebeld dat hij ziek was. En misschien hebben jullie dat ook. Ik wist meteen dat het fout was. Maar hij heeft op me gewacht. En dat doet een dier. Een dier wacht op zijn baasje. Ik heb nog zo'n bijna 2 dagen. Dus ik kwam op zaterdagavond thuis. De avond, de nacht heb ik gewaakt over hem. En de hele zondag heb ik afscheid kunnen nemen. Toch krabbelde hij op. Het ging iets beter. En hij ging zelfs uit mijn hand eten. En ook, hij kon niet meer lopen. Dus ik hield een babybordje onder zijn snoetje om te kunnen drinken. En weet je, die maandag had ik geen uitzending. En hoe dat geleid wordt, dat vind ik heel bijzonder. Maar ik heb uiteindelijk toch 2 dagen afscheid kunnen nemen van mijn beestje. Het is een dierbare herinnering. En kennen jullie dit ook? Het kan een vriend zijn. Het kan iemand zijn in het leven die heel dierbaar is. Maar als je een huisdier hebt, kan het echt een vriend van jou zijn die je in je hart met je meedraagt. En dat was bij mij ook het geval. Joke heeft me ook bijgestaan en daar ben ik ook heel dankbaar om. Om ook te laten zien dat het beestje echt niet meer verder kon. Want willen wij daaraan? En dat is ook bij een dierbare van jou die sterft. Als het om een mens gaat,
of een huisdier. Het kan allemaal even diepgaand zijn, heel diepgaand. Maar weet dan dat er ook een vorm woorden van troost zijn. Dus durf altijd te spreken tot iemand die iemand verloren is. Hoe moeilijk dat ook is. De wijze waarop wij met het verdriet omgaan en het verwerken ervan kan van grote betekenis zijn in ons leven. Zelfs beslissend kan dat voor jou werken. Verwerken van verdriet is dan ook heel belangrijk. Allerlei gevoelens, zelfs boosheid, woede, die wij onszelf niet toe hebben gestaan, die wij verdrongen hebben naar een verborgen plek in de ziel, kan tevoorschijn komen. Heb jij dat misschien ook meegemaakt? Dat je boos was, boos. En daar hoef je niet voor te schamen, dat je boos kan zijn op iemand die weg is gegaan. Misschien omdat je iets niet uit hebt kunnen werken. Dat kan. Misschien had je nog iets willen zeggen. Misschien kwam je te laat. Er kunnen een heleboel redenen zijn. Maar vooral waar die boosheid door ontstaat, is iets wat je niet hebt kunnen verwerken of uit hebt kunnen praten. En daarvoor begeleid ik ook mensen op de telefoonlijn. En ook de mensen die ik zojuist genoemd heb, die ik dus... Als iemand dus mij steeds belt op de telefoonlijn en ik krijg een berichtje dat iemand overleden is, zal ik altijd persoonlijk even contact opnemen als dat mogelijk is. En dat heb ik ook gedaan bij deze mensen. Ach, Ineke zegt veel sterkte, lieve Bettina. Dank je wel. Pinden zegt, ja, dat het niet te bevatten is. Voelt alsof het niet echt gebeurd is. Lieve Bettine, heel veel sterkte. En hoe mooi dat hij op je gewacht heeft. Ja, dat deed hij voor jou. Dank je wel. Goh, ik had niet verwacht dat ik dit uiteindelijk toch zo zou voelen vandaag. Lia Bouten, hey, je bent er ook, Lia, wat fijn. Heb het vaker meegemaakt. Veel sterkte. En ja, het gaat vandaag natuurlijk niet alleen om mij, hè, lieve mensen. Het gaat om jullie, maar wel heel lief dat jullie zo meeleven. Ik wil zeggen, dikke knuffel voor jou. Hij heeft het allerliefste baasje gehad. Nou, nu gaan we even verder tot de orde van de dag. Want ik wilde graag met jullie over praten en mijn verhaal vertellen. Maar ik wil vandaag even juist naar jullie. Omdat ik ook het verdriet van mij met jullie deel, hoop ik dat jullie ook het verdriet van jullie met mij kunnen delen. En soms is dat niet direct als iemand overlijdt. En wel natuurlijk dat je het niet aan kan, maar je kan soms helemaal verdoofd zijn. Verdoofd in je gevoel. En dat je uiteindelijk helemaal niet merkt dat er van alles om je heen gebeurt. Dat je eigenlijk later pas gaat ontdekken wat er gebeurd is. Dat het helemaal niet tot je doorgedrongen is. Ik zag onlangs op de televisie nog iets wat gebeurd was vanuit de tsunami. Misschien hebben jullie die uitzending ook gezien. Dat iemand na 20 jaar terugkwam en helemaal niet meer kon herinneren wat daar nou precies gebeurd was. Niet meer kon herkennen. Juist door de angst, juist door het trauma. En ook dat kan je hebben door het overlijden van iemand. En ook heeft dat te maken natuurlijk de vorm waarin dat gebeurd is. Ze zegt, ik weet het, ze hebben het ook meegemaakt. En als je kan, mag je gerust je verhaal even schrijven. Maar als je wil, is het ook mogelijk op support@ditismetoekomst.nl. Want ik ontvang alle mail en ik heb onlangs nog mail gekregen. Ik ga die mailtjes ook uitwerken in mijn uitzending. En natuurlijk niet altijd jullie namen benoemen. Want
als het ergens om gaat, willen jullie ook niet altijd herkend worden. Maar dan zal ik daar een pseudoniem aan verbinden. En je mag altijd zeggen, ik wil mijn eigen naam liever niet horen, maar gebruik dan, dan mag je ook zelf een naam voor jezelf geven, dat je weet dat dat een herkenning voor jou is. Maar je zal altijd je verhaal zeker herkennen. Jij persoonlijk, een ander niet. En daar zorg ik voor. Dus schrijf ook naar support. Dit is mijn toekomst. Met jouw verhaal over verdriet. Over rouw. Over verwerking. Hoe je dat gedaan hebt. Want dat kan natuurlijk een hele, heel groot verhaal zijn. Ondertussen mag je ook natuurlijk binnenkomen op optie 4. Je belt het nummer onderin. En je kiest voor optie 4. En dank je wel. Jullie zijn allemaal meteen mee aan het leven. Jenny zegt, goedemorgen lieve Bettina. En Mirjam ook. En wat leuk dat je er ook bij bent. Weer even, weer nieuwe gezichten. En natuurlijk heb ik jullie wel eens meer gezien. Jenny en Mirjam, maar fijn dat jullie ook weer bij zijn. En natuurlijk geldt dat voor iedereen ook. Die zich niet laat zien even op Facebook, maar in de huiskamer aanwezig zijn. Het blijft altijd heel mooi om deze uitzending te doen met jullie. En er komen nog heel veel mooie uitzendingen, dat beloof ik je. En ook uitzendingen zoals vandaag, dat wij in gesprek kunnen gaan. Want dat vind ik ook belangrijk. Ik wil dus heel vaak over een thema vertellen. Dat heb ik altijd gewild, ook toen ik al bij RTL op de televisie was. In de uitzending van Dit is mijn toekomst. En misschien weten jullie dat allemaal nog. Heel veel mensen zoeken ook nog waar wij gebleven zijn. En dan denk ik, oh lieve mensen, kijk dan een keer ook op internet. Want dan vind je ons weer. Je hoeft alleen maar Dit is mijn toekomst in te drukken en het komt gewoon tevoorschijn. Maar soms bellen mensen mij wel eens op de telefoonlijn en dan kan ik het gelukkig vertellen dat wij er nog steeds zijn. Maar we gaan even verder over die boosheid, die woede die jij misschien ook gevoeld hebt. En dat kan. Je kan vanuit een diep gevoel op de ziel, wat diep verborgen is, een boosheid gaan voelen. Bitterheid ontstaat wanneer wij niet dwars door de diepte van ons verdriet heen gaan. Niet toegroeien naar een antwoord of een inzicht. Het is belangrijk door het donker heen te groeien, hoe moeilijk dat ook is. In de diepste wanhoop mag dan een antwoord komen. Er mag iets ontluiken. Want in het diepste donker wordt het licht geboren. Maar als je jezelf de gevoelens van wanhoop niet toelaat, omdat ze te heftig zijn om te verdragen. Als die gevoelens, als je die verdrinkt, dan kunnen zij ons zelfs bitter maken. Je kan soms zien aan mensen dat ze daardoor verharden. Of een gevoelloosheid hebben. Dat kan inderdaad komen door verdriet. Herken je dit van iemand uit je omgeving? Van jezelf is het vaak wat moeilijker om te zien. Ook herken ik mensen, en ook die ik begeleid op het moment, die een complexe rouw ervaren. Een complexe rouw is uiteindelijk, en ik zal het een klein beetje proberen uit te leggen, wanneer jouw dierbare overlijdt, is rouwen een menselijke reactie. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Bij de meeste nabestaanden neemt de hevigheid van het rouwen na een tijdje af. Maar dat is niet bij iedereen. Bij iedereen is het anders om die rouw te verwerken. Voor sommige mensen is het moeilijk zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden na het overlijden van iemand. Maar hoe herken je complexe rouw? Wanneer je na een jaar vlammende klachten ervaart, kan er sprake zijn van complexe rouw. Die klachten ga ik een klein beetje proberen te benoemen. Ik zie even nog
Jenny schreven. Herkenbaar. Ben zo diep gegaan om het kind in mijzelf te ontarmen. Ik denk dat je wil schrijven omarmen. Want het is net even een ander woord, Jenny. En ik vind het fijn dat je dit schreef. Dat je dit even laat voelen. Ook aan mij. Want dat kind in jouzelf, en dan ga ik zo even over die complexe rouw verder. Dat kind in jouzelf is dat kwetsbare kind in jou. Een kwetsbaar kind is eigenlijk een heel klein kindje wat je in jezelf gaat zien, maar daar heel moeilijk bij kan komen. Heel moeilijk. Dat heeft zoveel verdriet, dat draagt eigenlijk alle wonden. Dus we hebben in ons altijd innerlijke kinderen van verschillende leeftijden, maar we hebben ook innerlijke kinderen met een specifieke naam, die dus ergens mee te maken heeft. En dan is dat kindje, dat kwetsbare kind, is dat kind wat door levens heen, dus ook in de generatielijn, maar vooral nu in jouw leven, Jenny, in de kou heeft gestaan. Even dat moment niet kunnen vinden, iemand kunnen vinden die ze nodig had. Geen houvast vinden. Herken je dat in jezelf? Geen houvast kunnen vinden vanuit deze pijn. Dat is dat kwetsbare kind wat dan in de kou heeft gestaan in jouw jeugd. En dat is een heel klein kind wat je tegenkomt in de energie. In als je daar contact mee kan maken. Maar dat is niet makkelijk. En heel ons leven zullen wij allemaal ons kwetsbare kind herhaaldelijk weer ontmoeten. Juist als je verdriet hebt. Juist als je rouw hebt om iemand. Dan komt dat kwetsbare kind. Dat je helemaal verslagen bent. Helemaal verloren voelt. Niet meer weet waar je naartoe moet. Dat herken je misschien. En dank je wel voor die mooie opmerking. Vanuit jou. Enorm triest van alles wat je tegen bent gekomen, Jenny. Maar heel mooi dat je dit ook even laat weten. Dat ik erop in kan gaan om uit te leggen waar het zit. En ik voel heel erg met je mee. Maar je hebt moed getoond. Je hebt ontzettend veel moed getoond. En wees daar ook trots op. Trots op jezelf. Je zal het nog wel eens tegenkomen bij bepaalde situaties. Maar probeer ook inderdaad dat kind in jezelf te blijven omarmen. Annelies zegt, ik ben er. Was even de hondjes buiten aan het laten. Ja, dat moet ook gebeuren, zeker. Nou, ik ben blij dat je er bent, Annelies. Dus heel erg welkom. En Jenny zegt, ja, dat is helemaal waar. Als ik in de uitzending ben en sowieso ook op de telefoonlijn uiteraard. Je schrijft iets, dan ga ik invoelen. Invoelen wat het betekent voor jou. En dan kan ik ook naar jouw gevoel ook spreken. En dat is het mooie. Dat je weet van, hé, ik word even aangeraakt. En dat is ook in het belang van deze uitzendingen. Niet dat je in het verdriet komt, maar aangeraakt worden is als ik jou aanraak met een punt in deze uitzending samen met de lichtmeesters. Want die werken met mij mee. Die voelen mee. Die laten mij ook weten wat er aan de hand mag zijn. Dan word je aangeraakt op een bijzondere manier. En dat geeft juist heling. Want iets wat verstopt is, mag naar boven komen. Juist vanuit verdriet. Maar vanuit alle vormen wat jij nodig hebt. Daarvoor is de uitzending zo belangrijk voor jou. Om te luisteren, erin mee te gaan. Misschien even in te bellen wat jij nodig hebt. Misschien even op de achterban bellen naar een coach. Dat is allemaal mogelijk. Maar je wordt ergens door aangeraakt om heling te ondervinden. Quinlan zegt, dank je. Quinlan zegt, die woede herken ik wel, Bettine. Mijn beste vriend had zelf besloten om eruit te stappen.
Dat is heftig, Quinnen. Heel heftig zelfs. Ik was zo boos. Omdat hij zijn gezin zomaar achterliet. En vooral op mezelf. Omdat ik het niet herkende in hem. Dat heeft jaren geduurd. Het schuldig voelen. En daardoor voelde ik hem zo dichtbij. Maar toen ik doorhad wat ik eigenlijk aan het doen was, heb ik hem in liefde los kunnen laten. Via een zelfgecreëerd ritueel. Het werkt enorm helend. Dat is heftig. En wat ben je er goed, ondanks alles, doorgegaan. Als je zoiets meemaakt, en dan lees ik nog even terug, omdat ik het niet herkende in hem. Soms vraag je af, en dat heb je misschien ook afgevraagd, Quinnen. Hoe kan het dat ik het niet gezien heb? Welke aanwijzingen heeft hij dan gegeven? Maar sommige mensen weten dat heel goed te verstoppen. En ergens weten wij ook dat we nooit kunnen oordelen over iemand die zo ver komt. Ik voel dat deze persoon het niet zomaar heeft gedaan. Hij is er langer mee bezig geweest en ook wel overdacht. Het enige wat moeilijk is, dat hij zijn gezin achterliet. En ik krijg ook dat hij daar toch een klein beetje bewust van geweest is. En daar verdriet van heeft gehad. Maar dat heb je niet gemerkt. Dat heb je niet gemerkt. Dat was ook niet te zien aan hem. Dus je kan je daar nooit schuldig door voelen. Je hebt het wel gedaan, maar je weet dat dat uiteindelijk niet, dat er geen sprake van was om je schuldig te voelen. Wat ik mooi vind bij jou, Quinnen, is dat je mijn liefde los hebt kunnen laten. Want als er iemand overgaat, op welke wijze dan ook, dit is heel heftig en onverwachts, en ook hij is dan in de bovenwereld ook aangekomen. En het vreemde is dat de problemen niet altijd opgelost zijn. Hij heeft ook het verdriet gezien van zijn gezin. Verdriet van de nabestaanden om hem heen. Maar loslaten is heel belangrijk. Ondanks alles waarover mij mensen soms kunnen oordelen en boos zijn. En die boosheid begrijp ik zeker. Je kan boos zijn op iemand. Maar probeer allemaal, zoals Quinlan gedaan heeft, het te overzien. Probeer het te overzien, wat moeilijk is, maar door te doorleven, kan ik beter zeggen, te doorleven. En daarbij ook op een gegeven moment los kunnen laten. Je kan nooit iets zomaar zeggen, ik laat het los. Want je bent ermee bezig. We zijn allemaal bezig met rouw. We zijn allemaal bezig te overdenken hoe het was. Hoe de laatste momenten zijn geweest. Hoe iemand in het leven stond. We hebben al die herinneringen die we bovenhalen. En dan op zo'n moment, je krijgt ook mooie herinneringen. Maar ineens overvalt het je zomaar spontaan dat je in een verdriet komt. Dat je denkt, wow, kom ik hier ooit doorheen? En ik denk dat heel veel mensen het zelfs ook moeilijk vinden om dit nu te erkennen en te herkennen bij zichzelf. Even kijken, want ik zie dat er nog wat opmerkingen komen. En er wordt ook eventjes bevestigd door mensen die op Facebook zijn. Mirjam van den Berg zegt idem dito. En Quinlan zegt, dat klopt Bettine, dat weet ik nu. Ik heb het achteraf wel voelen aankomen, maar toen was ik niet wijzer. Het was ook niet aan mij
om hem te redden. Hij was er zelf niet aan toe. Nee, je kan niemand redden als het zover is. Je kan van alles proberen. Ik heb ook met deze mensen te maken gehad. En helaas, zelfs na jaren, als je iemand geholpen hebt, gaan ze nog uiteindelijk tot die stap over. Omdat ze ineens weer in dat oude terugvallen. En dat begrijpen mensen niet. Maar als wij dus iets meemaken, dan vallen we ineens in iets terug dat we denken dat hebben we al verwerkt. Maar dat is dan een diepere laag. En helaas, soms dan laten mensen het ook niet meer weten. Maar dan denken ze, nou, dit is te gek. Dan moet ik toch maar besluiten om mijn besluit te nemen. En dat is triest, heel triest. Vooral voor de mensen om je heen. Dat je denkt van, had iemand nog een kans gehad? Ik leef heel erg met jullie mee, mensen die dit hebben meegemaakt. En ik begrijp ook dat het moeilijk is om misschien voor je om in de uitzending te komen. En natuurlijk, ik ben vanmiddag even weg, maar ik zal proberen tussen 3 en 4 op de telefoonlijn te gaan. Om jullie ook persoonlijk nog even aan te horen. Want ik vind dit ook heel belangrijk dat er straks ook nog een nagesprek is. Ik zou even de complexe rouw nog even uitleggen. De klachten zijn uiteindelijk, die je kan herkennen, is intens verlangen naar een dierbare. Heel intens, maar dat kennen we eigenlijk ook wel. Het kan zomaar ineens komen. Het kan zelfs na 6 jaar komen. Of de hele tijd bezig zijn met een dierbare. Nou, die mensen ken ik ook, die dus echt in die complexe rouw zitten, die altijd bezig zijn en hele dagen in stilte wil zijn om het verdriet toe te laten. Maar dan blijf je, en dat kan dan wel 10 jaar duren, om in die rouw te blijven en proberen om erdoor te komen. Rouw mag ieder op zichzelf verwerken, zeker. Maar het is wel belangrijk dat je probeert er doorheen te komen en momenten van rouw voor jezelf ook echt in stilte te nemen. Maar het is belangrijk er niet helemaal in vast te gaan lopen. Zeker niet, want je mag verder met het leven. Het kan ook zijn dat er een identiteitsverwarring is. Dat is dat je voelt dat uiteindelijk een deel van jezelf ook overleden is. En ik denk dat velen van jullie die iets mee hebben gemaakt, dit ook wel herkennen. Ook wat jullie zeker zullen weten, is het ongeloof. Het ongeloof, hoe kan dit? En dat is helemaal natuurlijk als het onverwachts gebeurt. We zijn ook in een complexe rouw als we proberen te vermijden. Ook alle zaken die aan deze persoon doen denken. Emotionele pijn, daar hebben we het ook al over gehad. Zoals boosheid, verbittering, verdriet hebben ook te maken met die complexe rouw. En complex weten we allemaal wat dat betekent. Er constant en heel hard en helemaal in de diepte in zitten. En er bijna niet uit kunnen komen. Alleen maar bezig zijn met die rouw. Maar ook moeite met weer oppakken van relaties. Of activiteiten. Dus dingen die je wil gaan doen. Die komen niet van de grond. Ik hoor wel eens van ik zit op de bank en ik kan helemaal niets. Maar dan is het ook natuurlijk op dat moment belangrijk dat je het toe kan laten. En even niet overdenken van ik moet van alles. Maar even toelaten dat het verdriet er mag zijn. Want alleen met het verwerken komen we eruit als we het doorleven. Emotionele verdoofdheid heb ik ook al benoemd. Hoort daar ook bij. Het gevoel dat het leven zinloos is. Heb ik ook al heel vaak ondervonden bij mensen. En dan ook nog. Die intense eenzaamheid. Die breekt natuurlijk heel veel op bij mensen.
eenzaamheid, maar heel intens. Dus echt eenzaam zijn, zo diep, dat heeft ook te maken met complexe rouw. Even kijken. Ik zie dus dat mensen nog even reageren. En ook heel lief dat jullie dat doen. En ik denk dat het moeilijk is om jullie eigen verhaal te schrijven. Laura is er en die zegt hallo Bettine en allemaal. Dus je komt ook net binnen of je zat al te luisteren. Je laat even weten dat je er bent, Laura. Nou, heel fijn dat jullie er zijn. En natuurlijk zijn ook de coaches op de achterban nog steeds aanwezig. Je belt het nummer onderin en je kiest voor optie 1. Maar je kan even kijken op de website wie er allemaal zijn. Ik heb vanochtend al diverse opgenoemd die er zijn. En ga even kijken, want dan kan je ook het boxnummer ook ontdekken. De fases van rouw zijn uiteindelijk ook de ontkenning. Rouw begint uiteindelijk min of meer ook met ontkenning. Ontkennen dat iets gebeurd is. Ontkennen dat iemand er niet meer is. Dat gevoel. Je weet het, maar toch dat gevoel speelt. Fase 2 is uiteindelijk de woede. Het verdriet valt samen met die woede. In het begin kan die verdoofdheid er zijn, zoals ik al genoemd heb. En dan ben je helemaal nergens mee bezig, alleen maar met het regelen van alles. Of je bent zo verdoofd dat je niet eens weet dat je verdriet hebt. Dat kan zo verschillend zijn en zo verdiepend zijn. Fase 3 is uiteindelijk dat je gaat onderhandelen. Iemand gaat uiteindelijk zijn eigen doelen stellen. Dus je gaat iets voor jezelf zoeken om iets te kunnen doen, om dat maar te verwerken. En dat is ook mooi als je ziet wat verschil is tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die willen heel veel praten over alles wat ze meegemaakt hebben. En dan zou een man denken van jeetje, maar dat heb je al zoveel keer verteld. Dat is iedere keer hetzelfde. Maar het is juist heel belangrijk. Mannen denken dan dat je daar niks mee opschiet. Maar zeker schiet je daar iets mee op. Want je gaat uiteindelijk zelf ook de antwoorden en het inzicht vinden doordat je erover vertelt. Een ander hoeft alleen maar te luisteren. Dus als je iemand meemaakt, luistert naar diegene. Want door het vertellen, iedere keer het vertellen, komt degene die achterblijft verder. Een man is uiteindelijk iemand die dus meer van binnen naar buiten ook werkt en daarbij ook dingen gaat ondernemen, zaken gaat ondernemen zoals werk en zich helemaal verdiepen in het werk om uiteindelijk daar niet echt bij te hoeven komen. Dus heel hard werken of misschien ook wel sporten. Iets doen om uiteindelijk niet in dat en bij dat gevoel te komen. Nou, dat herkennen we misschien ook wel. Maar uiteindelijk, die fases van rouw is fase 4, kan zijn depressie. Het is belangrijk dat je ook een rouw goed doorleeft. Want je kan dus op een gegeven moment door niet meer te weten wat er allemaal gebeurd is. De strijd die je in jezelf geleverd hebt in het leven kan dan ook vormen op een gegeven moment een depressie. Doordat je alles gedaan hebt en misschien ook niet goed gedaan. Je gaat alles overdenken en dan kan dat leiden tot een depressie. Maar fase 5 is uiteindelijk de aanvaarding. De aanvaarding van wat er gebeurd is. Het blijft moeilijk iemand verliezen. Het is ook best een uitzending dat vandaag op 15 augustus. Ik vond dat ook met jullie als mensen ook even over deze zaken gesproken mag worden. Dat we niet aan het leven voorbij gaan. Dat we niet aan de mensen voorbij gaan die een dierbare verliezen. Dat we daar altijd rekening mee houden. En daarvoor gaan we ook zo meteen beginnen
om 11 uur met een healing, het hemelslicht. Daar zal moeder Maria, omdat er vandaag Maria ter hemelopneming is, komt zij ook als een prachtige lichtwerker om troost te geven, om te helen. Want we kennen Maria ook vanuit Lourdes, dat alles mag helen door het licht van Maria. Een hele belangrijke en mooie, diepgaande healing. Het kan zijn in het hemelslicht dat jij ook één van je dierbaren mag ontmoeten. Dat je antwoorden mag krijgen op dat wat je zo lang hebt gewild. En als je daarin stapt, zometeen, natuurlijk kan je dan het nummer bellen wat onderin staat, 09098070, en je kiest dan voor optie 5, dan kom je binnen in poort 5. En als je daarin stapt, je komt binnen in poort 5, staan daar de lichtmeesters, en dan mag je even overdenken, terwijl je even misschien nog in de wacht staat tot ik begin. Op dat moment kan je overdenken. Wie zou ik ontmoeten? En dat weet je nu eigenlijk al. Maar wat zou ik die persoon willen vragen? Wat zou ik uitgewerkt willen hebben? Stem je daar nu alvast op af. Ook ben je nog niet ingestapt, ga je maar vast afstemmen. En als je instapt zometeen, ga je nog dieper afstemmen. En weet je het niet, dan stemt de bovenwereld. Dus de mooie lichtmeesters stemmen jou af op iets wat jij... Als je wilt, want het is een wil in jou, het is niet tegen jouw wil, nooit dat iemand op je pad komt vandaag om jou een hele mooie boodschap te geven. Er zullen zegeningen zijn vanuit de lichtmeesters. Zegeningen voor jou. Er zal healing plaatsvinden. Ook het proces van rouw. Ook een transformatie invullen. Een transformatie, wat belangrijk is als je in een rouwproces zit. Want eigenlijk heb je een nieuwe spirituele weg gevolgd. Of die ga je volgen. En ook dat mag je ontdekken in de healing. Een nieuwe spirituele weg van transformatie. Want dat hoort erbij. Dat jij merkt dat je na verloop van tijd... een heel ander mens bent geworden. Want dingen gebeuren in het leven waar wij helaas mee om moeten gaan. Waar wij moeten leren daarmee om te gaan. Dat is niet anders. Maar we komen er doorheen. En dan merk je aan het einde van die weg. De transformatie heeft voor jou goed gewerkt. Want je bent een ander mens geworden. Sterker in jezelf. Terugdenkend aan de mooie herinneringen, want die blijven. En dan hebben wij vandaag als het ware al een weg van rouw gevolgd in de uitzending. Heb ik jou misschien een klein beetje kunnen helpen op weg in die hele inwijding van het spirituele pad, wat wij zo meteen gaan volgen in de healing. Ik heb je een beetje op weg geholpen daar naartoe. Maar we gaan het spirituele pad volgen. De weg die wij mogen gaan lopen. En onze dierbare zal in ons harten altijd meegedragen worden. En de herinneringen zal je van tijd tot tijd op een mooie manier herinneren. Om zo echt te weten dat je door het donker heen bent gegaan. Misschien het meest donker wat je ooit hebt gekend. Maar dat aan het eind van die tunnel licht was voor jou. En dat er een klein sprankje vreugde terug kon komen in jou. En nu gaan wij zometeen de lichttunnel door. De lichttunnel om te zien welke lieve, liefdevolle geliefden voor jou aanwezig mogen zijn. Het is natuurlijk... We gaan natuurlijk naar een hogere trilling, naar het licht. En we passen ons in ons lichaam aan. We komen in een hogere dimensie om voor jezelf daar healing in te vinden. Want het gaat altijd om de healing. Maar als je wilt, als het echt jouw intentie is,
dan mag jij daar iemand ontmoeten die jou heel dierbaar is. En je zal zien dat daar verwerking komt. Dat ook na de healing, dat je merkt dat dat contact zo belangrijk is geweest voor jou. En dat je verder kan, omdat je iets kon zeggen. En je mag straks alles uitspreken. Niemand die jou hoort, zeg het gerust hardop. Niemand die jou hoort, je hoort alleen mij. Je hoort mij en je mag mijn stem volgen naar alles wat je mee mag maken. En wat ik te zien krijg, want dat weet ik ook niet van tevoren. Ik krijg een paar punten krijg ik doorgegeven van de lichtmeesters. En misschien voel je dat het licht aanwezig is. Dat de grote meester daar is, de helende meester. En stap gerust in, want de groepsessielijn is geopend. En ook vanuit België kan je meedoen via de credits. En dan kan je op de website kijken hoe je aan die credits komt. Een telefoonnummer wat vanuit België mogelijk is, staat ook bij de credits. Dus als je credits bestelt, krijg je een lokaal nummer wat je kan bellen. En dan kan je ook vanuit België ook altijd bellen naar de telefoonlijn. En doe dat ook, want het is zo waardevol dat je elk moment als je ziet dat er een healing is, dat je daar ook mee kan doen met jouw credits. En Wim is er ook aanwezig. Goedemorgen Wim. En even kijken, vanuit de regie zal ik ook even voorlezen, want niet iedereen ziet het op Facebook. Doe straks mee met de healing, het hemelslicht van Bettine. Kies optie poort 5 op 09098070. Dus het telefoonnummer is 09098070. En je kiest voor optie 5, dan kom je in poort 5. En er staat ook bij, en dat is ook heel belangrijk, meedoen vanuit het buitenland, dus buitenland, maakt niet uit waar je woont, kan dan ook via ditismetoekomst.nl/wallet. Dus kijk daar even op, ditismetoekomst.nl/wallet, en dan kan je zien dat je daar de credits kan kopen en dan krijg je ook een speciaal lokaal telefoonnummer bij. Gun jezelf, en dat vind ik ook heel bijzonder vanuit de regie, gun jezelf deze bijzondere healing. Nou, bijzonder wordt die. Bijzonder gevoelig, maar altijd een herinnering, een aandenken. Vandaag op Maria ter hemelopneming is het ook een bijzondere dag voor vele mensen onder jullie. Quinlan zegt, lieve Bettine, bedankt voor de mooie uitzending. Rauw is iets diep menselijks en een manier om te groeien, hoe pijnlijk ook. Wat een mooie afsluiting van jou, Quinlan. Wat mooi die woorden. Neem ze allemaal met jullie mee, lieve mensen. Rauw is iets diep menselijks en een manier om te groeien, hoe pijnlijk ook. Dank voor deze woorden en neem ze in je op, want het klopt. Het klopt. Je kan er niet omheen. Je kan er alleen doorheen. En ik zie ook Wim daarop even op reageren. En dat is ook heel mooi met een hartje en een hand erop. Dus ook de pijn die bij het hart voorkomt, die voel je het meest. Het hartchakra. Daar gaan we natuurlijk ook aan werken in de healing. We gaan de meridianen openen, de chakra's. En natuurlijk, we gaan allereerst goed aarden, want we gaan naar een hogere trilling. Het is ook heel bijzonder dat je in de lichtwereld bent. En ook kan zien dat daar de lichtmeesters zijn. En misschien kan je ze niet zien, maar ik vertel wat er gezien wordt. Kan je het voelen? Maar elke seconde in mijn sessie zal healing betekenen voor jou. Welke healing ik ook doe. En vandaag het hemelslicht. Ik heb hem destijds ook bij RTL 4 gedaan. En daar kwamen zoveel mensen toen. Die stroomden in de healing. Was geweldig. Want juist zo'n mooie opkomst, zo'n grote opkomst, maakt dat er zoveel licht is, zoveel kracht. En deel dit met elkaar. Deel dit met jezelf. Maar vooral als je ergens in je kind zijn
gemerkt hebt dat je verdriet had. Dat je verdriet hebt gehad. Zal deze healing ook heel goed doorwerken voor jou. Want er kan rouw zijn. Rouw om jouw kwetsbare kind. En we gaan dat kwetsbare kind ook in de healing plaatsen voor jou. Omdat het het kind is wat jouw wonden kan helen. Ik krijg dit door en ik krijg heel veel liefde nu ook van moeder Maria. Die zegt tegen mij, het kwetsbare kind zal zeker in ontroering bij iemand zijn. Het herkennen dat die schok die jij ooit meegemaakt hebt in je leven, waar dan ook, geheeld mag worden. Zie je, er komen nog meer zaken bij. Want je kan ook rouw hebben om jezelf. Niet wetend, niet beseffende dat het gebeurt. Maar als iemand overlijdt, kan jij uiteindelijk helemaal in een gevoel zitten, als je het ook kan uiten, van hoe kan dit? Waarom? En dat is ook vaak dat je het niet kan verwerken, dat jij juist dat kwetsbare kind in jou aanraakt, wat zoveel heeft meegemaakt. Wim zegt, moeder Maria was ook voor mij mijn moeder. Alles en aanbad haar met heel haar hart. Ook ik heb veel steun, heel veel steun en bescherming gehad in mijn leven. En ben daar nog steeds heel dankbaar voor. Hé, hey, wat mooi. Dankjewel, Wim. Dat vind ik ook een hele mooie opmerking die ik ook met andere mensen kan delen. En dat doe ik dan ook met liefde. En jullie reageren uiteraard ook nog even op elkaar. Maar mooi. En zo mooi dat jullie ook meegewerkt hebben aan deze uitzending. Ook met jullie schrijven. En ik hoop nog meer brieven te krijgen op support@ditismetoekomst.nl. Ondertussen blijven ook de coaches op de achterban aanwezig. En blijf ook kijken wie er op dit moment ook aanwezig zijn. En Annelies zegt, hoe kan dit, waarom? Echt, ja, dat klopt. Dat is inderdaad, Annelies, dat ook... Dat echt, dat je steeds weer denkt van waarom, echt, waarom gebeurt dit? Als wij uiteindelijk een rouw hebben, zullen wij ook een muur hebben. Een muur, als we niet goed de rouw doorleven, zullen wij muren om ons heen hebben en nooit echt kunnen genezen, nooit meer echt onszelf worden. En zullen we ook nooit meer echt warm worden van binnen. Het woordje echt herken ik hierin. En daarvoor wil ik dat nog even benoemen. Want het is belangrijk dat wij weer onszelf mogen worden. En echt worden. Echt wie wij zijn. Dat je de rouw doorwerkt, doorloopt. Hoe lang het ook duurt, maar echt er doorheen gaat. Dat is de krachtigste weg die jij kan nemen. En ik weet dat iedereen dat kan. Hoe moeilijk het ook nog lijkt. Maar wij gaan zo meteen weten dat bij die tunnel van licht, door die tunnel van licht, onze dierbaren zijn gegaan. En in het licht zijn. En mochten ze nog niet in het licht zijn, dat ze vandaag naar het licht mogen. Je mag je wens doen. Je mag je wens doen voor jouzelf en ook voor jouw dierbaren. Je mag jouw eigen wens doen. Voel dat er voor jou vandaag healing is. In een diep verdriet, waar die ook vandaan komt. Rouw is niet alleen het verliezen van een dierbare, maar ook rouw in het verliezen van jezelf. Je hebt nog kans om in te stappen. Ik ga dus ook de uitzending eindigen. Maar ik ga de healing beginnen. Want de lichtwezens staan allemaal klaar om jou te ontvangen. En stap in. Rouw. Alle rouw in het kind zijn. In alles wat je meegemaakt hebt. Is van belang voor jou.
Dus stap in. Het is de laatste kans nog even om in te stappen. Je ziet het nummer onderin en je kiest voor optie 5. Je komt in poort 5 bij de lichtmeesters. Je wordt met liefde ontvangen en met liefde deze healing doorgeleid. Ik ben er voor jou en de lichtmeesters en moeder Maria. We zijn er voor jou en ook vanuit Dit is mijn toekomst. Een hele fijne dag toegewenst. Een liefdevolle dag in alle liefde en misschien in verwerking, maar in alle liefde voor jou en steun en healing. Tot zo in healing en ook een fijne dag. En misschien vanmiddag zie ik jou, hoor ik jou op de telefoonlijn tussen 3 en 4. En nou, tot ziens zal ik dan verder zeggen. Tot gauw. Dag lieve mensen. Yes, Bettine, dankjewel. Ik moest even een andere knop indrukken. Oké. Ja, dankjewel weer voor een mooie, het best wel een heftige uitzending uiteraard. Voor, voor die gevoelens die weer boven komen. En heel veel sterkte, ook vanuit mij uiteraard. Ja, dankjewel. Ik dacht dat het wel zou gaan, maar goh. Ja, nee, tuurlijk. 2 weken geleden, maar ja. Goed, de mensen zien dat. En je mag je kwetsbaarheid ook laten zien. Zeker. En soms moet je dit ook een keer doen voor mensen die hier mee zitten. En dat het is vakantietijd, het is niet zo druk.